Nee, eigenlijk niet. Nu net. Nee, voor 5 minuten geleden niet, nee. Ja. Nee, eigenlijk niet, hè. Ik loop heel vaak langs, maar echt ernaar gekeken heb ik pas verleden week. Ik vind het echt een transformer, weet je wel. Hij is zoals die bedoeld is. Hij is krachtig, hij staat te wachten op de actie. Dus laat maar komen, ja. Ik vind hem echt top. Hij is wel grappig. Ja. Ja, ik vind het heel mooi. Ja, het is kunst. Ik weet niet wat het betekent, wat het inhoudt, wat het voor moet stellen. Ja, ik vind het mooi. Ik vind het heel erg mooi. Echt geen idee, misschien zo'n transformer, ik weet niet. Heroïsch figuur wat in de Japanse manga min of meer zou kunnen voorkomen. Maar wij is de Transformers. Ja, een transformer. Moest wel heel even denken aan het beeld in Berlijn van die grote engel op een... Maar even meer dat het op een sokkel staat. Het heeft ook wel iets heroïs als je zo van onderen naar boven kijkt. Maar als je dan dichterbij loopt, dan heeft het wel weer een soort van stripfiguur element in zich. Ik denk dat het een beetje te maken heeft met de jongeren hier. Dat ze hier zichzelf kunnen ontwikkelen en transformeren. In plaats van het slechte naar het betere. Misschien heeft het te maken met de banen die hier zijn. Ja, kunst moet gemaakt worden, punt. Ja, misschien om het hier gezellig te maken of zo. Altijd. Omdat ik denk dat het goed is om beelden in de stad te droppen, op rare plekken ook misschien. Die je in eerste instantie misschien denkt, wat doet het hier? Maar toch een eigen leven gaat leiden en een eigen betekenis krijgt, een eigen waarde krijgt. Ik weet het niet meer. Ja, ik vind wel dat kunstwerken wat toe te voegen hebben aan een stad, ja. Ja. Leuk. Nou, volgens mij mag het wel wat meer ruimte om zich heen hebben, waardoor het beter kan ademen. Ja, dit is een van de weinige kunstwerken in Rotterdam, waarvan ik echt vind dat het duidelijk een link heeft, zeg maar, met de plek waar het staat, hier naast de skatebaan. Nee, want iedereen is namelijk hier en zo. En je ziet het alleen maar als je hierop bent of daarachter. Ja, ja, bij de skatebaan. In de prijsklasse van een dure Mercedes of zo, iets van 40 tot 80.000 euro. 60, 70.000 euro. Volgens mij is het niet heel duur. Volgens mij kom je wel met materiaal, wat zou het zijn? Nou, kom je wel met 20.000... Een ton. Nou, laten we zeggen 20.000 gulden. 10.000 euro? Het staat hier nog niet zo lang. Het staat hier misschien 10 jaar of zo. Sinds de skatebaan hier kwam is het geloof ik hier ook neergezet. Dus denk ik 10 jaar. 2 maanden? Ja, ik, als image zou ik zeggen begin jaren 90 ergens. 2 jaar? Ja, dat weet ik niet. Ik denk dat kunstwerk op zich nog niet zo oud is. De sokkel lijkt me ouder dan kunstwerk zelf. Dat ding? Ik denk 1 jaar of 8. Zeven en half. Eigenlijk vind ik het een heel mooi, ik vind het een heel mooi beeld, maar ze hebben hem te veel in de achter gezet, dus ik geef hem een 7,5. Ja, ik vind hem mooi. Ik geef hem een 8,5. Ja, een 8. Ik geef het een 8. Een 7'tje.